Ja, daar ben ik weer. Want ik heb net Apollo 11 gedaan. En die vond ik echt ontzettend goed gelukt. Dat was echt precies wat ik wilde zeggen. Maar ik heb nog niet alle Apollo's gehad. We hebben Apollo 17, die heb ik wel gehad volgens mij. Even kijken hoor, of het nou echt waar is wat ik zeg. Anders heb je dat weer. Dan gaan mensen zeggen, ja, het is helemaal niet waar wat je zegt hoor. Want er is helemaal geen Apollo 17 voor jou gedaan. Dus gaan we gewoon even kijken. Dan moet het op YouTube zijn. YouTube. Hoppakee. En dan doen we zo. Hop. Dat jullie het ook gewoon kunnen zien. Het is allemaal heel simpel. Hè? Dan moet je dus hier kijken naar. Oh fuck. Apollo 11 hebben we dus gehad. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar ik heb een playlist. Waar zit dat ding? Ja. Allemaal stress aan mijn kanten. Erg is dat hoor. Dat ik zoveel stress heb. Hè? Want als ik nou geen stress had, dan kon ik veel aardiger zijn tegen jullie. 11, 15, 16 en 12. En van de 16 dan deel 1. Ja, dat zal wel kloppen. Dat zal wel. Dus dan gaan we nu Apollo 10 doen. Die is ook echt ontzettend leuk hoor. Dat weet ik nu al. Dat wordt echt lachen. Nou, hebben we dus hier een lijstje van de Apollo 10. Ik heb alles gekozen boven de 20 minuten. Ik vind dit een mooie opname met mooie kleurtjes erin. Ik vraag me ook af hoe die foto gemaakt is. Toen hadden ze dus wel een goede Hasselblad, maar dat was Apollo 10, hè? Dus die vorige was Apollo 11 met die vage beelden. Maar de Apollo 10 heb je mooie scherpe beelden. Hè? En welke nemen we dan? Zullen we gewoon langs nemen, mensen? Apollo 10, Full Mission, 19, 17. Jezus, mijn Christus, man, een hoop keuzes. Oei, 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 oei. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Welke zou grappig zijn? Dan gaan we nu even doen een phone-in show, maar iedereen mag even bellen. En ik neem gewoon Full Mission nummer 17. Ik denk dat dat het beste is. Dus heel overtuigend dit. Dit geloof ik direct. Dit is niet in een studio gemaakt, dit is gewoon real life. Je kan het gewoon zelf zien, man. Kijk een beetje uit je ogen, jongen. Links zie je de Lunar Module en rechts het maanoppervlak. Nou, kijk, ik weet niet hoe ik jullie moet overtuigen, maar dit is het bewijs dat de Apollo 10... die was niet geland, hè? Maar die ging echt in de buurt, hoor. Je ziet hem gewoon gaan, hè? Die audio is ook goed, hè? Die audio is geweldig, man. En dat plaatje daar rechts onderin, dat is... Het lijkt me echt een krater. Dit kan je niet maken van... Er zijn dus boze tongen die beweren, je neemt gewoon een stuk pizza. En dan doe je een beetje kleurstof in en dan maak je er een... En dan krijg je dit. Maar dat kan natuurlijk niet, mensen. Doe niet zo dom. Dit is op de maan. En wie beweert dat dit niet een opname van de maan is, met de Apollo 10, die gaat naar het strafkamp. Dan krijg je 's morgens een beetje bietensoep. Maar 's avonds krijg je ook een beetje bietensoep. En overdag natuurlijk een dagprogramma, hè? Daar heb ik geen zin aan de mensen die dus niet geloven dat dit een echte maanlanding is. Die denken, nou, het lijkt wel een 3D-plaatje. Het is net of een 3D-plaatje en dan rechts onderin een beetje foto's van een pizza. Ja, dan ga je gelijk het kamp in. Hoco last ontkenner dat je bent. Ben je soms antisemitisch of zo? Ja, dat kan allemaal tegenwoordig, hè. Maar dit is echt waar, mensen. Dit is dus de Lunar Module. Dit is geen stimulation of zo, hè? Want je hebt geen tekst onder in beeld. Maar dit is gewoon keihard. Hè? Dit is de Lunar Module helemaal op weg naar de maan. En die gaat er komen. En die piep-piep tussendoor, die zijn ook overtuigend. De mensen doen het even normaal. Als je een maanlanding doet, hoor je de hele tijd piep-piep. Piep, 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 piep. Dat hoort bij.
tijd op maanlanding. Het was even emotioneel, maar jullie begrijpen wat ik bedoel, hè? Piep, piep. Ach, laat maar lullig afdoen. Maar ik vind wel dat die camera is echt retenstrak gemonteerd. Je ziet helemaal geen vibratie of zo. En de maan staat ook stil. Dus het lijkt ook wel alsof de linkerkant eigenlijk niet beweegt, maar de rechterkant wel. Je hebt steeds weer een nieuw stukje pizza. Huh? Dit is denk ik pizza calzone, denk ik. Een pizza calzone met een lampje erop. Dus overtuigend, mensen. Kijk, als je een mens bent en je kan nadenken, dan ben je nu overtuigd dat de Apollo 10, die is in de buurt geweest van de maan, hoor. Dat kan niet anders, man. Wat denk je anders waar die opnames vandaan komen? Denk je dat dit een 3D-simulatie is? Jij complotsierist. Ja, even zijn we hem aan geweest. Wat gebeurt er nog meer? Even kijken, hoor. Ik heb deze film nog niet bekeken, dus dit is allemaal nog steeds hetzelfde. Jezus, wat duurt lang. Nu zijn we dus 10 minuten verder. We hebben nog steeds dat ding aan de linkerkant. Ja, ik weet niet of mensen onder jullie zijn die wel eens een 3D-game gespeeld hebben. Zoals Grand Theft Auto of zo. GTA. Maar bij GTA bewogen de 3D-beelden tenminste. Hè? Dit is een stilhangend 3D-beeld. Maar wel overtuigend, hoor. Ik vind het ontzettend overtuigend. Wij zijn het om aan geweest. Dat kan niet anders. Als je dit soort beelden weet te produceren, ben je op de maan geweest, per definitie. Zonder meer, iedereen moet zijn bek houden, wij zijn op de... Oh, kijk, nu wordt het bijzonder. Nu een lengtemaat, ja. Hij zei dus het is 4.2, maar ik weet het niet helemaal zeker. En morgen kan ik je er meer over vertellen. Oké, we verify on that game. We got some good words for you on the comp too. Particularly on the Omni, we're a lot more satisfied than anybody expected. We got a lot real good voice comp with you on Omni. In fact, you're coming down on normal voice, loud and clear. We're not gonna have to go to backup on that mode. Geweldig, en die piepjes, die zijn zo mooi, hè? Oh, that's very good. That means, that's very good. Hey, there's one other thing, Joe, I noticed it before you asked me, and then I went ahead and proceeded, but I never did get an indication on the glycol temperature. It was down, off scale low the whole time. Okay, we can copy that. Spannend, hoor. En de maan beweegt ook, hè? Dit is zo overtuigend, mensen. Dit is niet in een studio, hè? Dit is real life, hè? Dat kan je zelf zien met je eigen ogen. Of moet ik jouw bril ook betalen? Ja, en de maan beweegt nog steeds, hè? En ja, dit is zo overtuigend. Als je dit niet snapt, dan zou ik zeggen, ga naar een FEMA-kamp. En laat jezelf vaccineren. En als je toch laat vaccineren, laat jezelf vaccineren tegen alle ziektes. Hè? Hey, die twee pieps, klopt er niet. Ja, dit is zo overtuigend. Echt. Ik kan hier gewoon alle mensen die beweren dat we niet aan de maan geweest zijn,
die zou ik deze film willen laten zien. En dit is zo overtuigend, mensen. Je ziet linksboven de maan. Dat is de Sea of Tranquility, denk ik. Of Stella Maris of zo. Iedereen is er wel eens geweest, je herkent het zo. Ja, dit blijft maar doorgaan. Even kijken hoe lang dit zo blijft. Even mijn cash binnenlaten. Oké, oh, dat duurt echt lang, man. Wacht even, hier krijgen we weer wat anders, oké? Dit is Houston. Oké, nu is dus de vraag. Dit is de grote quizvraag. Dit is geen simulatie. Want bij die andere van Apollo 11 heb ik het laten zien. Dan zetten ze onder ABC simulatie. Dit is geen simulatie. Dus. Ofwel. Want als het geen simulatie is. Waar was die fucking camera? Waar stond die? Hebben jullie twee hersencellen? Of is dat te weinig? Denk daar maar eens over na. Waar stond die camera die deze opname maakte? Ja, die blijft natuurlijk de hele tijd stilstaan. Kijk, het is weer hetzelfde beeld. Ja, het is gewoon één dingetje gemaakt. Ze zijn ook zo lui, zo'n drol. Hebben ze gewoon één fotootje gemaakt en dan een dingetje eronder gezet. Ja, maar in de jaren 60 konden ze dat niet hoor. Konden ze niet twee plaatjes over elkaar heen zetten. Je had toch die film van 2001, The Space Odyssey, The Dawn of Man, van Stanley Kubrick. Maar dat was allemaal een hoax. De Stanley Kubrick heeft nooit bestaan. Dat is helemaal niet mogelijk, man. Als je dit soort plaatjes hebt, met een Amerikaanse vlag erin. Er zit hierboven, ik zal een klikje geven. Hè? Daar is de Amerikaanse vlag, hè. Dit is altijd waar, man. Helemaal geen reden voor om te denken dat we niet op de maan geweest zijn. Want de overtuigende bewijzen, die zien wij hier op ons computerschermpje. Als je tenminste kijkt. Mooi bewegende beelden. De maan die gaat er gewoon. De maan die drijft voorbij. Hè? Dus dit is zo overtuigend, mensen. Als ik niet zoveel zou masturberen, zou ik gelijk zeggen: dit is waar. Ongelooflijk goede opnames en zo scherp ook. Hè? Je kan gewoon. Even klik dan. Daar, je kan die boutjes gewoon zien. Hè? Echt scherp. En ik vind dus echt dat die techniek die ze dus hadden bij de Apollo 10, die hadden ze bij de Apollo 11 ook moeten inzetten. Dat je van die scherpe opnames krijgt. Hier rechtsbovenin staat GET 8551. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat zal wel kloppen. Dit is nog steeds hetzelfde. Dit is echt een low budget Apollo 10 opname hoor. Apollo opname, sorry. Dus de Apollo 10 was echt low budget. Ze hadden tijd om dit ding in elkaar te knutselen. En dan een lampje erop te zetten, een foto ervan te maken. En dan iets wat lijkt op een soort van pizza. Daar moet je een beeldje van hebben. En dan heb je dus hier, ik zal het even aanwijzen, dit is de Sea of Tranquility. Dat kan iedereen zien, hè? Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Zo duidelijk allemaal. Het is nog steeds hetzelfde. Steeds hetzelfde. Nu krijgen we een andere. Oké. Okay. Ja, dit is echt totaal anders. Dit snap je ook wel. Hè? Het lijkt ondersteboven, maar dat is het niet. Het is van de NASA. Het is allemaal gepland. Maar de opnames zijn geweldig. Het is
zo overtuigend, mensen. En dat er mensen zijn die twijfelen aan het feit dat wij op de maan geland zijn. Ik begrijp dat niet. Op basis van deze videoopname weet je toch zeker dat wij op de maan geweest zijn. Wat is dat nou? Wat een onzin. Er gebeurt niet echt veel. Wanneer gaat het ding er een keer af? We hebben fucking anderhalf uur gehad. Wanneer gaat dat ding een keer landen? Ach, het is weer zo'n conspiracy-virist wezen geweest of zo. Verschrikkelijk gewoon. We zijn gewoon geland, man. We moeten even een langere hebben. Even kijken hoor. Deze ook wel leuk, dan denk ik. Het is in ieder geval 1.22. Kijken of we daarmee redden. Oh, dit is weer zo'n mooie opname. Dit is geen simulatie, hè? Geen ABC-stimulatie of zo. Het is gewoon. Dus de Unitat status. En als je de Unitat status hebt, is het altijd waar. Kijk, en hier hebben ze dus ook vier van die. We noemen dat Turkenschotels. Hier in Nederland. Maar dat is niet ten nadele van Turken, want ik ken Turken en ik vind het echt reuze aardig. En ik heb Turkse werkster gehad. Maar wij noemen dat Turkenschotels. Vier Turken, die Amerikanen van de Unitat-status, die zijn niet gek, hè? Die nemen niet één Turkenschotel, nee, die nemen er vier. Dat snap je toch wel? Ja, geweldig dit. Ja, dit is zo overtuigend. Ja. Maar hoe komen we nou te maan? Even kijken, dit is het ding wat er omheen draait. Maar nu de Lunar Module. Ik wil die Lunar Module zien. Oh, was het alleen maar een rondje om de maan? Oh, dat was het. Het was alleen maar een rondje om de maan. Dat is Apollo 10, hè? Ja, ze zijn hier geweest. Maar zie die pizza-opname, weet je wel? Even wachten, even wachten. Pizza! Dit is nu van André van Duin. Ik wil geen copyright infringement of zo. Ja, geweldig. We gaan even door, want dit is allemaal die. Dat is overtuigende gebeuren. Dat snap je wel, hè? We hebben hier ook een mooi. Hier ligt ook iets op. Ja, dit is. Ja, we zijn op de maan geweest, jongen. Het is onmogelijk dat dit een foto is. Of een filmpje over een ander. Dat kan toch helemaal niet? Je kan toch niet een filmpje over een filmpje doen? Ja. Stanley Kubrick met zijn 2001 Space Odyssey. Dat is allemaal echt gebeurd. Dat is niet in een studio gedaan. Word wakker. Jullie. Even verder kijken, ja, dit is hetzelfde ding. Dit ook. Ja, niet geland dus, nee. Niet thuisgekomen. Oké, maar nu even dan, want er zitten dus echt astronauten in. Dan gaan we hier even kijken, de full mission, dan gaan we deze kijken hoor. Dat was echt allemaal hebben. Apollo 10. Kijk, dit zijn de helden. Deze mannen die hebben het dus voor elkaar gegeven om een pak aan te trekken. En dit is een gebouw. Nou, je snapt wel, als je een gebouw hebt, dan ben je naar de maan geweest, toch? Er staat ook een raket bij. Ja. Ja, geweldig. Dus. Als ik ergens van overtuigd van raak, is het wel dit. We zijn naar de maan geweest. Ja, ik kan niet anders. Ah, dat is geweldig. Dit is de launch.
nog steeds de unitet status. Ja, dit is overtuigend. Dit kan niet anders. Je kan niet zo'n rode toren hebben met zo'n witte raket zonder dat je naar de maan gegaan bent. Ik bedoel, mensen, word een keer wakker. En dan gaan we hier heel langzaam de raket van links naar rechts rijden. Dit is zo... Dit is geweldig. Gaan we even door, de dingen zijn nog steeds niet weg. Die dingen zijn nog steeds niet weg. Oké. Oh, daar komt een astronaut. Ja. Allemaal veiligheidshelmen op, hè? Want voor hetzelfde geld valt er iets omlaag. Hè? Het zijn allemaal bouwvakkers. Ja. Ja. Dit zijn denk ik de astronauten. Die moeten zo dadelijk een teleconferentie gaan geven dat ze er geweest zijn. En dat die ene man een beetje kaal is, dat maakt me niet uit. Daar heb ik ook zelf een klein beetje last van. Dus het zou een beetje raar zijn van mij dat ik ga zo bezeuren over het feit dat die vent geen haar heeft. Dan. Ja, dit is ook echt zonder meer. Ja, we zijn er geweest. Van het Apollo-team. Ja, ja. Ja. Hij moet zijn haar even goed doen. Ja. Ja, dit is zo overtuigend, hè. Als je zo doet, hè. Dat je een cameraman ziet die een foto gaat maken. En je doet je veiligheidshelm af. Dan ben je naar de maan geweest. Ja. Ja, precies. Gaat het gebeuren. Hier worden helaas de opname weer een beetje onscherp. Dus hier zijn ze de Hasselblad weer kwijt. Oh. Maar die man met dat petje op, die moet ook nog... Oh, wat moet nog veel, weet je wel. Oh. Ja, die man heeft druk. Ja. Maar hij moet nog helemaal naar de maan, hè. Ik moest een keer naar Leiderdorp. Was ook een hele reis. Ja, gaat het wel goed. Ja, een mooi pak heeft hij aan. Ah man, dat is echt een nagelis. Het is gewoon allemaal gelul. Ik wil... Ja, hier gaan ze dan aan boord. Hebben ze altijd zo'n van die pakjes bij zich? Hallo, hebben ze van tevoren hebben ze al dat ding op? Ja, dat is helemaal niet nodig natuurlijk, want we zijn nog op aarde. Maar ze doen hem van tevoren op, want... Ja, je bent zo op de maan en straks ben je vergeten om je hoed op te zetten. Je maankapje. Dus die moet je van tevoren opdoen. Ja. Oh, en dan gaat die dicht. Ja, hoppakee. Ja. Ah, dit is... Het is jammer dat dit geen scherpe opname is, maar... Dit is ook weer niet scherp, maar... het zal wel kloppen, toch? Ja, en dan zijn we nog steeds. Ja, oké.
Kijk, en dit ziet er heel overtuigend uit, maar het is niets meer dan een paar tafels met een stuk of 60 computermonitoren en that's it. En de mannen erbij, er zijn allemaal mannen, is allemaal een behoorlijk seksistisch gebeuren, er zijn geen vrouwen hier. Maar allemaal mannen en die zitten dan op van die verrijdbare bureaustoeltjes. Dit kost geen drollen. Hoeveel mannen zitten hier? Een stuk of 100 of zo. Dus ja, die geef je dan. Ja, die geef je 100 per uur. Dus dat is 100 keer 100 is 10.000. Voor een uur. En dan moet je de hele dag met alle oefeningen erbij. Alleen maar 7 dagen. Echt, het stelt niks voor. Het kost helemaal niks. Heb je zo voor elkaar. Het enige wat je moet doen is dat je moet tegen mensen zeggen dat het allemaal echt zo is. Net als een hypnotiseur. Oh mensen, we gaan naar de man. Nee, die is allemaal heel belangrijk. Kijk, en dit is dan weer onscherp. Maar daar kon de NASA niks aan doen. Niet overal over zeuren. Ze hadden eventjes de Hasselblad waren ze vergeten. Of ze hadden de Hasselblad niet scherp gesteld. En wij denken dan, wat zijn we blij dat we nog de onscherpe opnames kunnen zien. Geweldig. Gebeurt hier helemaal niks. Ze zijn met mensen. Dan gaan we even door. Want het is een opname. Die film die duurt dus 1 uur en 8 minuten. En je ziet dus niet hoe ze terugkeren. Ook op deze niet. Alleen maar een beetje gezeur, een beetje vage opnames. En dit is helemaal distorted, maar dat komt vanwege de atmosferische storingen. Want in die tijd, in 1969, hadden ze nog niet iets als een videoband. En dat moet je wel begrijpen, de videoband is pas uitgevonden in 1990. Jesus. Al die atmosferische storingen. Dit is ook heel overtuigend. Ja, dit geloof ik ook direct. We zijn aan de maan geweest hoor. Als je zo'n beeld kan maken... Dat kan alleen maar gemaakt worden als je naar de maan geweest bent. Deze ook. Ja. En welk apparaat heeft deze opname gemaakt? Ik geef jullie even 10 seconden om deze video te pauzeren. En even over te gaan nadenken. Was het een helikopter die dit gefilmd heeft? Of een straaljager? Of een tweede raket die we niet gezien hebben. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat ze stiekem een tweede cameraraketje hadden. Hè? En die zijn ze gewoon vergeten te filmen. Want het doet het toch ook niet toe. Hè? We zijn aan de maan geweest. Daar gaat het om. Dit is ook weer heel overtuigend. Ja, dit is gewoon... Ik wil eventjes kijken hoor, hoe dit gemaakt is. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. En die 0 staat dan daar. Ik vind het wel leuk gedaan. Het is een leuke manier om 10 weer te geven. Want dit zijn dus 3 keer 3. Dat snap je wel hè? Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 keer 3 is 9. Die staat rechtsbovenin. En die 0 op mijn rekenmachine, die zetten ze altijd eronder. En hier hebben ze dan links gezet. Dan heb je een punt en een... Ik weet niet of ik kan inzoomen. Nee, ik kan niet inzoomen. Een punt en een plusje. Enter en reset. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Als je zo'n reken...
machine toetsenbord weet te maken, dan ben je naar de maan geweest. Dat kan niet anders. Computer photon, everything's still pathetic. Yeah, Roger. Charlie Duke talking to Tom Stafford, asking the crew to turn off their machine. Ik zag eventjes iets raars. Wat heb je? Emergency detection system. Tom, everything's still pathetic. Yeah, Roger. Daar is hij. Ik haal hem eventjes een paar seconden terug. Man, that station was quite a sequence. You're right, sounded like it. And we have time to initiate. We confirm that, Ben. Roger. Even, ja. Zie je dit? Er komt een ding aanvliegen. It's looking beautiful, Tom. Zie je dat? Ik ga er een klikje op geven, dan moet ik twee keer klikken. Daar wilde ik, hè? Zie je dat ding? Wat is dat ding? Een UFO? Een buitenaards wezen? Hij wordt nou een soort stipje. En dan vliegt hij weg. Volgens mij was dat dus gewoon de tweede raket met de camera. Die mooie opnames wist te maken. Dat is een hypothese, hoor. Ik heb de wijsheid niet in pak. Het is mooi daar buiten. Man, het Apollo 10 is het allerbeste gewoon. 171 miles downrange, 67 miles high at 4 minutes 15 seconds. Still go. Geweldig. Ja, zo overtuigend. Er gebeurt helemaal niks. Ik ga even door, hoor. Hier gebeurt nog steeds niks. Waar is de landing? En dat beeld links onderin. Waar zat die camera? Wie hield die camera vast? Want het object zit netjes in het midden van het beeld. Wie heeft dit beeld gemaakt? Hoe heeft die persoon of die personen dit beeld gemaakt? Gewoon een vraag. Het is nog steeds hetzelfde. En ook weer niet die landing. Want ik wil weten hoe de Apollo 10 geland is. Zullen we het even overnieuw? Ik heb mijn vingers verkeerd, sorry. Nou, misschien dat jullie zelf dan kunnen ontdekken hoe ze geland zijn. Ik probeer gewoon deze aan. Hoe zijn ze geland? Dit hebben we allemaal gezien. Dat is allemaal heel makkelijk. Is dat helemaal boelkrap? Ja, dat is wel een totale onzin. Het is gewoon de... Ja, precies. Dat is wel helemaal waar, hoor. Zo waar, man. Ja. Maar geen landing. Nee. Dat is jammer. Ja, maar... Een beetje om de maan heen vliegen. Ja, precies.
Het is weer gewoon op aarde, ja. Kortom, geen landing. Ja, het is jammer. Hier even kijken hoor. De soort, ik heb een unknown, hoe zijn ze geland? Ik ben een beetje door natuurlijk. Zit dan. Wat is dit? Ah, dit zijn gewoon een paar. Oh ja, en dit is dan weer. Houston Apollo 10, we've got a beautiful view of the Earth here, but it's absolutely fantastic. Hier klopt iets niet. Zien jullie het ook? Moet je kijken naar de snelheid. Dat het beeld beweegt. Ja, je ziet het beeld bewegen. Dus die camera is niet op een statief gedaan. Dit is door een astronaut gedaan of zo. Die wiebelde. Zie je dat? Ja. En onderwijl zie je die aarde stijgen. Dit kan niet, mensen. Dit is fake. En het is natuurlijk jammer dat ik dat zeg. Dat jullie belogen zijn. Hè, voor de gek gehouden zijn. Net als ik. Maar ik ben erachter. Ik weet dat ze liegen. Dat is helemaal niet gebeurd. Zullen we er even doorgaan over de oorlog in Irak? En voordat we daarover beginnen, de oorlog in Afghanistan. Maar we zijn op zoek naar de landing. Hoe is de Apollo 10 geland? Hier krijg je weer zo'n pizza. Even wachten. Even wachten. Pizza! Dit is gewoon op aarde. Dit is een opname van niks. Dus ook hier zijn ze vergeten om de camera scherp te stellen. Ja, dan kan je die mensen niet vergeven, want ze moesten helemaal naar de maan. En dan kan je niet de tijd hebben om ook nog eventjes aan de scherpte te denken en zo. Ja, kom op. Hè. Nou, dit is weer pizza, pizza. Dit is hier op aarde. En iedereen is zwaar bezorgd. Wat is dit nou weer? Oh ja, dit is de opname van de aarde. En dan doen we dus niet van een statief. Nee, dat doen we gewoon shaky uit de hand. Ja. Ik heb opnames gemaakt van een optreden van mijn dochter uit de hand. En die zijn stiller dan deze. Hier is een astronaut zich aan het scheren. Ja. Scherende astronauten. Ja. Ja, dit is de landing. Dit zie je, hè? Dit is gewoon zo'n. Even terughalen. Zag je die? Kijk hier, kijk, deze gaat omhoog en dan gaat hij een rondje draaien. Kijk eens, zie je dat? Apollo 10 had entered orbit about the moon. Now it's good.
pointed toward a distant lunar sea. Yeah. How much we're going to progress in the future is left to your imagination. But if we harness our energies and keep our perspectives right, the goals are unlimited. Ja, ik vond het ontzettend overtuigend. We zijn echt aan de maan geweest. In die zin, we zijn echt voor de gek gehouden. En het is... ja, wij zijn zielig. Want in die tijd dat die Apollo-toestanden bezig waren, was ik 9 of 10. 10. En ik vrat alles. Want zo is een kind. Inmiddels ben ik 57. Nou, ik ben nog niet echt, maar ik word bijna 57. Daar ben ik wel trots op, hoor. Maar inmiddels ja, geloof ik deze bullcrap niet meer. En op de ene manier is dat zorgelijk. En op de andere manier... is dat een goed bericht. Want die andere manier houdt in dat ik zelf en jij dus ook, lul, die hiernaar luistert, ook al heb je een klit, maar jij ook. Wij stijgen hier bovenuit. Wij hebben dit in de gaten. En wij stijgen daarboven uit. Dat is de betekenis van existeren. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Er wordt met mij niet gefukt. Door jou niet, door jullie niet... door Hully niet. En we gaan een partijtje normaal doen. En ophouden met die stomme... Ophouden. Beginnen met iets beters. Hè? Gewoon de waarheid vertellen misschien. En een beetje lachen. En naar de kroeg gaan. En met andere mensen... praten en ontmoeten en je lichaam daar naartoe nemen en dan tegen die mensen ook zeggen: sorry dat mijn lichaam hier is, want ik moet een windje laten. En dan mag je ook scheet zeggen, hoor, in de kroeg mag dat. En als laatste wil ik zeggen: tjus.